Hoi allemaal, welkom terug. Jullie kennen ons nog wel van de vorige keer. Daarbij hebben jullie bijgepraat over start-stopsystemen in auto's. Wat gaan we het vandaag over hebben, Niels? Wel Koen, vandaag gaan we het hebben over de vakantiecheck. Goed, wat is nou belangrijk om te controleren als je op stap gaat van de zomer? We gaan jullie een checklist geven. Als eerste hebben we bandencontrole, dan de verlichting, dan hebben we vloeistoffen, ruitwissers, airco en veiligheid. De belangrijkste elementen bij de banden zijn de profieldiepte en de bandendruk. Maar veel mensen van ons weten niet hoe we deze moeten controleren. Inderdaad, en om die bandendruk te controleren kunnen we terecht bij alle tankstations binnen Europa. En dat doe je met een apparaat wat eruit ziet zoals deze. Die bandendruk die varieert van voertuig tot voertuig van 2 tot 3,5 bar. Verder is ook de profieldiepte heel belangrijk en dit raden wij aan om ongeveer een minimum van 2 mm te hebben. Deze kan je makkelijk controleren op de band zelf aan de hand van de indicatiestreep. Oké, Niels, dat is leuk. Maar wat belangrijker is dat de rij-eigenschappen van de auto ook omhoog gaan. Zo zullen we een betere verkeersveiligheid hebben en is het ook nog eens brandstofbesparend. Over naar punt 2 op de lijst, verlichting. Ja, we weten dat het soms moeilijk is om te weten wat je wanneer gebruikt en hoe je deze knopjes moet gebruiken. Zo heb je het dimlicht, wat je gebruikt op het moment dat het donker is, of als het regent, mistig is, het sneeuwt of het hagelt. Ja, en dan heb je nog de grootlichten. Deze mag je enkel 's nachts gebruiken en dit wanneer er slecht zicht is en er geen tegenliggers zijn. Dit kan namelijk verbindend werken. En als laatste hebben we ook nog het mistlicht. Soms voor en altijd achter. Dat mistlicht, zoals de naam al zegt, gebruiken we als het mistig is. Let op, een mistlicht mag enkel gebruikt worden als het zicht minder is dan 50 meter. Met betrekking tot vloeistoffen zijn er een aantal zaken die we zelf kunnen controleren en bijvullen. Zo hebben we hier de ruitwisselvloeistof en hebben we hier de koelvloeistof van de motor. Let erop dat je deze niet losdraait bij warme motor, want het systeem staat onder druk. Ja, inderdaad, dat klopt. Verder hebben we ook nog de motorolie. Deze kunnen we controleren via de oliepeilstok en bijvullen via de olievuldop. Je moet duidelijk in het boekje gaan kijken welk soort olie en hoeveel je er mag in doen. Dit brengt ons bij punt 4. Ruitenwissers. Of je nou besluit op vakantie gaan in eigen land of naar het zuiden te reizen, de kans dat er een regenbui getrotseerd moet worden is altijd aanwezig. Hiervoor hebben we goede ruitwissers nodig. Ten eerste mogen deze niet kapot zijn en ten tweede mogen deze niet versleten zijn. Dit laatste herkennen we aan strepen of een waas die achterblijft op de ruit. We dienen de ruitwissers eenmaal per jaar te vervangen. Iets anders waar je dan eigenlijk pas weer aan denkt als je richting het zuiden gaat, is het airco-systeem. Zorg ervoor dat je het airco-systeem af en toe gebruikt, zodat er geen nare luchtjes of schimmel ontstaat. Ja, een ander ding dat je moet met rekening houden is de interieurfilter. Laat deze minimaal één keer per jaar vervangen in de garage door een professional. Zo ga je ook vermijden om nare geurtjes in het voertuig te hebben en kan je optimaal genieten van de warmlucht buiten de wagen. Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen die we in acht moeten nemen als we ons verplaatsen met het voertuig. Zo hebben we bijvoorbeeld een fluohesje nodig, een brandblusapparaat, onze boorddocumenten en een verbanddoos. Ja, we hebben alles een beetje gehad. Misschien even alles nakijken. Banden, vloeistoffen, het verlichtingssysteem. Ja, en dan hebben we de ruitwissers gehad, een airco en de veiligheidsmaatregelen. Precies, dus wij zijn klaar om op vakantie te gaan. En we zien jullie weer bij het volgende onderwerp, parkeren. Ja, we zijn ook wel benieuwd naar of Koen dat wil gaan kunnen. Denk het wel. Stap maar in, we zijn weg. Is goed. Ciao. Oh, never, 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 never,